Dit is aflevering 100 van het COVID-19-journaal. Ook in ons binnenland is het aantal nieuwe COVID-19-gevallen fors teruggelopen. Er doen zich volgens de medische zending wel suspected cases voor, die gelukkig veelal gewone griepverschijnselen blijken te zijn. Maar op de 51 polyklinieken van de medische zending blijven we alert, zegt MZ-directeur Herman Ginty. Ook in het dorp Pierre Condre wordt COVID-19 als een multisectorale dreiging gezien. Initiatieven om de dreiging van COVID-19 te bespreken worden door de medische zending hooglijk gewaardeerd. Ook hier is middels een speciale Train the Trainer project voor kopstukken uit de dorpen bewezen dat deze aanpak werkt. Zoals overal in Suriname we het gevoel hebben dat er minder positieve gevallen er zijn, zeker ook in het binnenland. We merken wel dat we suspecte cases hebben, dus mensen met verschijnselen. Maar dan zijn het waarschijnlijk griepverschijnselen en geen COVID, dus we krijgen geen positieve eruit. Dat is voor de medische zending natuurlijk een aangenaam iets, maar het neemt niet weg dat wij de mening zijn toegedaan dat we alert moeten blijven. We hebben ook op al onze 51 polyklinieken in het binnenland laten blijken dat we niet gaan slapen, we gaan niet slapbakken. Integendeel, we blijven de gemeenschappen informeren, we blijven de gemeenschappen betrekken. Vandaar dat de medische zending ook hier is op Pierre Condre, om een bijdrage te leveren aan dit stukje gemeenschapswerk. Wanneer de medische zending zo participeert aan deze activiteiten, dan zeggen we dat inderdaad COVID een multisectorale dreiging is. Wij zijn op onze polyklinieken bezig, dus we geven voorlichting, we geven informatie, we praten met gezinnen, we praten met gemeenschappen. Maar wanneer de gemeenschappen zelf het initiatief nemen om te gaan discussiëren over COVID en de dreiging, dan zijn we vlak daar. Dan komen we inderdaad en dan leveren we een bijdrage. Dus vandaar dat medezending hier is met alle voorlichtingsmateriaal die we hebben om de mensen te ondersteunen. Het is een trainende trainer, dat betekent dat we gemeenschappen trainen met het ministerie van Volksgezondheid, trainen we gemeenschappen, key persons in gemeenschappen, sleutelfiguren in gemeenschappen om te helpen in de strijd. Omdat, zoals ik zei, wanneer we minder gevallen hebben, minder positieve gevallen hebben, is de tendens, is de neiging om te gaan slabakken, ook in gemeenschappen. Gemeenschappen zeggen dus, ja, COVID no demoro, zijde mik misref druk. Maar dan zeggen we van, die dreiging is er wel, want we hebben hier en daar positieve gevallen. Als u de nationale cijfers volgt, we hebben positieve gevallen, dus dat betekent het virus is er nog. Dus we moeten alert blijven. En medische zending is vertegenwoordigd bij deze activiteit om te ondersteunen, de gemeenschappen te ondersteunen. En ik ben blij dat er 6 dorpen hier vertegenwoordigd zijn, de omliggende dorpen. Hierna gaan we naar een ander gebied samen met het ministerie van Volksgezondheid om te helpen in het werk tegen COVID. Met de toename van het aantal COVID-19 cases in buurlanden Guyana en Frans-Guyana is alertheid geboden, zegt Herman Ginty, topman bij de medische zending. Ja, inderdaad hebben we begrepen dat zowel aan de Franse kant als aan de Guyanese kant er positieve gevallen zijn. We hebben formeel nog niets gehoord, maar we nemen aan dat de informatie wel duidelijk is. Wat wij doen, we blijven aan onze kant alert. Toevallig in het westen zijn wij niet verantwoordelijk op dit moment, maar in het oosten hebben we al onze klinieken op alert gezet van luister, we kregen de rapportages informeel dat er gevallen zijn aan de overkant. Dus blijf alert, let op verschijnselen en in de klinieken van ons in het oosten kunnen ze allemaal swabben, dus testen en de testfaciliteit is er.
De mogelijkheid is er, dus de mensen blijven alert om in geval er gevallen zich aanmelden op de polyklinieken, dat ze kunnen helpen. Met de feestdagen op komst is de uiterste voorzichtigheid geboden. Vermijd de grote samenkomsten en wees elkaar erop. Wie COVID-19 van nabij heeft meegemaakt, springt anders om met deze gevaarlijke ziekte. Het is allesbehalve een pretje, ook voor Jerry Sabayo uit Pierre Condre, die aan het COVID-19-journaal zijn verhaal doet. In december we horen van COVID, maar in Spanje, we dansen in december, we dansen in Spanje, COVID. Oh, weet je, en dan zo, laat me zien, ja, 15 augustus ben ik besmet. Dus ik ga gewoon, ik vertel jullie gewoon, 15 augustus was ik besmet, dus dan, ik was moe, echt, uiterste. Van hier naar daar, dan was ik helemaal moe. Toch, eens dan ben ik naar MZ gegaan, ik kan het niet meer houden. Ik ben daar, hebben ze me direct opgenomen. Direct naar dingen, AZP. En we moesten daar via daar. Die dag hebben ze me gezegd, ja oké, okay, je bent besmet. Je moet, die sector heeft gezegd, oké, okay, je moet het leren leven ermee. Dus dan. Dus, ik was geschrokken, dus dan. Ik bedoel, dat, ja oké. Okay. Midden zichtbaar, ik kan niets meer eraan doen. Dus dan. Ze zei, oké, okay, dan moet je naar Wanica gaan. Ziekenhuis, Wanica. Oké, okay. Sirene. Maar ik pas ik niet meer dat ik niet door naar auto zou drapen, dus dan ik dat ik moet gaan. Dus dan. Dus, zo ben ik daar gegaan. Ja. Ik was echt moe, van hier naar daar was ik moe. Dus helemaal, weer. Want dat ding is helemaal in het dus uiterste. Dus ik wou, dus eigenlijk, die trang je ziet ook. Eigenlijk dan de man dat je moet voelen. Want dan eigenlijk, je nou zo precies. Wat je nu zegt precies eigenlijk, je hoort van COVID, maar je herinnert de programma. Je hoort erover, maar in werkelijkheid, dat is altijd je naar drapide, naar drapide vier en wat je is het tegen mij. Dus ik ben naar Wanica ziekenhuis, dus bijna, dus oké, het was niet zo zwaar, maar het belangrijkste. Ik had geen hoge bloed, ik had niks. En dat na Asanis, of na hoge bloed, je komt eruit. Je komt, maar je moet in taal werken naar je schrijf. Dus waardoor dat je. En dat zo, maar instant, 2 weken daar, bij ons lagen, oké. Okay. Maar na aanving, ze ben elke dag 2 injecties. 2 injecties per ding, instant. Deze hand kan niet meer werken toen ik ben aangeslagen. Want in Amerika misschien heb ik elke dag 2 injecties. Dus ik bedoel dat het is helemaal slap geworden. Dus dat zijn de na. Ja. Dus dat zijn de na weer. Maar naarmate, ja, daar ben ik weer bij gekomen. Ja. Dus daar ben ik blij dat ik kan het wel met jullie delen. Dus waar het COVID maakt geen krap. Dus als COVID je krijgt, dus dan. Trauma is off. Ja, off. Op het moment worden 2 personen op de intensive care verpleegd, maar het is wel anders geweest. Tot nog toe heeft ons land 117 aan COVID-19 overleden personen genoteerd. Onder de fatale slachtoffers is de verhouding man op vrouw ongeveer 50-50. Dit is 1-op-1 naar leeftijd gemeten. Waren de meeste overleden ouder dan 50 jaar? Op dit moment liggen er 2 patiënten op de intensive care van het Wanica ziekenhuis. En zoals ik het van mijn collega begrijp, is de situatie wel nog zorgelijk. Maar er is wel nog goede hoop op een herstel verder. Als ik het van mijn collega van de afdeling epidemiologie maar begrijp, zijn het vooral mensen in de leeftijdsgroep ouder dan 50 jaar die zijn komen te overlijden. En de verhouding man staat vrouw is ongeveer 50-50, dus ongeveer 1-op-1 tussen man en vrouw. De meeste hadden inderdaad wat onderliggende risicofactoren die dus gemaakt hebben dat ze eerder vatbaar waren voor een slechter beloop
van hun ziekte. En dat ze zijn komen te overlijden, dat klopt. En dokter Panka vroeg het COVID-19 journaal of de kans groot is dat de komende feestdagen voor een toename in het aantal besmettingen zullen zorgen. Een goede vraag. Ik denk dat menig Surinamers zich dat ook zichzelf die vraag ook stelt. Er is altijd inderdaad een kans als grote groepen mensen bij elkaar komen. Maar ik denk dat van belang is dat als we de maatregelen blijven houden, zoals die al eerder zijn voorgehouden om ons om te doen, dan hoeft er niet echt een toename te zijn van het aantal gevallen. Maar als medici houden we wel rekening mee dat er misschien toch iets meer positieve gevallen kunnen zijn. Maar dat zal eigenlijk toch afhangen van ons gedrag rondom de feestdagen. En het kan dat het allemaal meevalt. Maar nogmaals, het ligt echt aan ons gedrag. U kijkt nu naar de 100ste aflevering van het COVID-19 journaal. Het was geen makkie, maar de prestatie is er één om trots op te zijn, zegt gezondheidsminister Amar Ramadan. Ik ben enorm trots met het COVID-journaal. Vandaag de 100ste aflevering, geen makkie. Veel mensen denken dat het een simpele opgave is om een COVID-journaal in elkaar te zetten. Ik heb me vanaf het begin ingezet en ik wil het team van het COVID-journaal, onder leiding van de heer Steven Daarthuizen, enorm bedanken voor zijn inzet met zijn team. Wij weten dat wij als regering verantwoordelijk zijn voor communicatie, voorlichting. Maar dit is wel een public-private initiatief waarbij wij gebruik gemaakt hebben van de deskundigheid van de private sector. En ik moet zeggen, 100 afleveringen. Gefeliciteerd COVID-journaal, gefeliciteerd Suriname. Dat COVID-journaal in ieder geval, naar mijn mening, en ik kan het niet toetsen of meten, maar naar mijn mening heeft het COVID-journaal een hele positieve impact gehad op de COVID-ontwikkeling in Suriname. Heel veel mensen zitten gekluisterd aan de beeldbuis. Ze wachten op het COVID-journaal, omdat het COVID-journaal iets is geworden van Suriname. Het is in mijn bezoek aan Guyana aangehaald door de CARICOM Secretary-General dat hij iets hoorde van een COVID-journal. En hij vond het een zeer pakkend initiatief en zeer innovatief programma. En hij complimenteerde daarbij Suriname met de aanpak, omdat er volgens mij geen enkel land in het Caribisch gebied een COVID-journaal is. Ook gaan we die shift moeten brengen nu in het COVID-journaal van focussen op ziekte naar preventie. En het COVID-journaal gaat voort omdat wij zo meteen het COVID-vaccin krijgen. COVID-vaccin, daar zal ook enorm bewustwordingscampagne gevoerd moeten worden. Waarbij vele mensen die twijfelen, vele mensen die denken dat het een afpersingstheorie is of een conspiracy-theorie, dat wij de mensen gaan moeten overtuigen dat het een goed ding is. Dat willen we weer normaal leven. En niet meer met de mondkap elke dag op. Maar wanneer je gevaccineerd bent, dat je toch wat zekerheid hebt. Dat we weer die samenleving, maar die maatschappij gaan moeten herstarten. En dat kan alleen wanneer je bewust bent van de gevaren van COVID. Maar ook bewust bent van de veiligheid van een vaccin. Dus COVID-journaal heeft nog een hele grote uitdaging te gaan. En dat is om een centrale rol te spelen in het bewust maken en het bewust worden. Bewust maken van de Surinamer. Om het COVID-vaccin warm te ontvangen en ook toegediend te krijgen. Het zal een enorme ontwikkeling zijn in de wereld wanneer grote delen gevaccineerd zijn. Zodat we ook kunnen kijken naar een periode in 2020 dat heel slecht is geweest voor de mensheid in het algemeen. Dat waren de woorden van de hoogste man bij het ministerie van Volksgezondheid en tevens eindredacteur van het COVID-19 journaal. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering. Goedenavond.